erg blij dat ze bij... Ik weet niet wat Jurgen ermee doet. Maar ik vind het wel goed. Laat ze maar vooral eventjes achter glas zitten. Want dan horen ze. Oeh. Dat ga ik niet zeggen. Het is 6:14. En hier zijn andere dames. Suzanne. Goedemorgen. En Fleur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Nou, jullie klonken echt wakkerder dan ik in ieder geval. Ja, ik ben wakker geregend. Wakker geregend, ja? Ja, kut, hè? Oh, ja. Oh, ben je lekker nat. Ja. Ja, oké. Okay. En hoe is het bij jou dan, Fleur? Ja, nou, precies hetzelfde. Het heeft geregend vanaf het moment dat ik uit bed kwam tot nu. Ja, dat ook, zei ik dat. Oké, nou laten we beginnen. Vandaag, Telefaag, Suus. Ja, nou, best wel goed nieuws. De vakantiegangers die zijn deze zomer al verlost van de vliegtuig. Vliegtax. Yes. Dat was hem. De vliegtuig. Nee, oké, dat is gewoon officieel geregeld. Niet een of ander proefballonnetje weer of zo. Dat is gewoon een ja, feit. Nou, per 1 juli 2009. Oké. Okay. Nou, ja. Net op tijd voor de vakantie inderdaad. Ja. Nou, oké, leuk. Wat er meer? Nou, oké, aanstaande maandag moet je even extra om je hart denken. Want dit weekend gaat de zomertijd weer in. En dan allemaal onderzoeken zijn er geweest. En het blijkt dat er dan maandag zo'n 5%... Shit, wacht, nu waait mijn krant weg. Oh, god. Denk aan je hart, denk aan je hart ook. Ja, nou 5% meer hartaanvallen zullen er dan optreden dan normaal. Oké. Wat, we zijn, ja, dat is wel waar. Het hele ritme is van slag en daarmee je hart ook. Ja, klopt. Ja. Ik moet zeggen, dat is natuurlijk al jaren zo. Alleen nu is er een van de onderzoeker die dat gezegd heeft. Ja, en nu staat het in de krant. En nu moeten we ineens op ons hart gaan letten, ja. Mm-hmm. Ah, wacht even. Gien, je moet even stoppen met het nieuwsbericht. Het duurt te lang, hoor ik, dus... Nou, zijn ze leuk aan het doen dan aan de andere ja, kant? Ja, heel leuk. Ja, hartstikke leuk. Nou, dus je weet het. Ja. Hé, hey, kan je... Wacht even. Ja, er zijn die echt kutkinderen. Kan jij eventjes Lex, hè? Die, ja? Weet je wel, die Arie Lex. Kan je die even in zijn gezicht spugen? Ja. Doe ik ook altijd. Niet zo hygiënisch. Nee, maar maakt niet uit. Ah, ik zal kijken. Oké. Okay. Ja, echt de sfeer is om te snijden hier. Ja, ga maar door, Sus. Oh, dat waren die 15-jarige meisjes? Ja, niet? Joh. Oh, nou, dan ga ik extra lang door. Leuk. Ja, ik wou eigenlijk naar Fleurs nieuws, maar ik heb hier nog wat gevonden over het taxichauffeurs. Want echt een fors aantal taxichauffeurs die heeft iets op zijn kerfstok. Dat blijkt uit het onderzoek, want ruim 12.000 erkende taxichauffeurs die hebben iets gedaan wat niet mag. Oh. Misdrijven en zo. Oh, en overtredingen. Ja, nou ja, kijk, die afzetters zijn het sowieso natuurlijk, maar dat is ook hun werk. En mensen afzetten, maar het verbaast mij niks, met alle respect. Want ik heb gewoon, ik sta af en toe nog wel eens in de taxi op. Meestal als er geen klanten in zitten, want anders zijn die klanten gelijk... Getrokken, over. Dat snap ik ook. Maar op een of andere manier, ik denk dat bijvoorbeeld met alle respect... Amsterdam het gemiddelde wel een beetje omhoog schroeft. Ja, inderdaad. Als ik daar een taxi in stap, jongen... Dan ga ik gewoon echt op mijn portemonnee zitten. Ja. Dat ik nog wel kan betalen op het einde. Maar oké, ik kan dit later wel even bij wat uitzendkrachten gaan checken. Dat is wel leuk. Ja. En Fleur, heb jij... Want jij hebt natuurlijk de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Trouw... en die Zeeuwse Courant. Hmm. En nou hoorde ik zelf iets over de bolussen. Nou, als iets Zeeuws is het dat toch wel? Ik heb er niet op gelet. Oh, mis jij gewoon de bolus van het jaar? Ik vrees het. Ik weet het ook niet meer, hoor. Er was een van de bakkerij in Zeeland en die had hem dan. Oh, de bolus. De bolus. Ik dacht, toen zei de bolus. Ik dacht, er geef ik geen reden op. Nee. Is de Zeeuwse bolus gekozen? Wacht ja, even, hoor. Moet ik even mijn PZC pakken? Want vorig jaar was hij in Goes waar ik woon. Dat lijkt mij voorpagina nieuws dit, hoor. Ik weet het niet. Maar eigenlijk is het gewoon nieuws in die Zeeuwse krant. Nee, op de voorpagina staat Wouter Bos te discussiëren met iemand. Met een bolus in zijn hand toevallig? Nee, toevallig niet. Als jij dat leuker vindt, dan wel, hè? Nee, hoor. Reclame leidt tot snoepen, kwart van één. Nee, ik zoek het wel. Ik zat ook. Ik heb het op internet gezien. Ik zal het wel even opzoeken. Oké, is goed. In dat geval heb ik nog wel gewoon nieuws. Zo, het zal wel bij Zeeland staan. Ik heb een historisch, zielig, nog romantisch nieuwtje. Dus daar wil ik even een gepast muziekje bij. Nou, dit lijkt me historisch, romantisch en alles erbij. Perfect. In de Zuid-Koreaanse stad Andong is een adellijk graf opengemaakt uit 1586. En daar is een brief gevonden aan Oin Tae, die op 31-jarige leeftijd overleed, van zijn vrouw. Ik zal hem u voorlezen. Zo. Dat doe je goed. Moet ik het nog doen? Ja, nee, lees maar al. Oké.
Je hebt altijd gezegd dat wij samen zouden blijven leven om op dezelfde dag te sterven. Waarom ben je nu alleen naar de hemel gegaan? Ah. Waarom ging je alleen en liet je mij en ons kind wachten? Als we samen 's nachts sliepen, zei ik altijd tegen jou, liefste. Zouden andere paren van elkaar houden zoals wij? Ah. Zouden ze elkaar lief hebben als wij? Ah. Mijn liefde voor jou is onvergetelijk in deze wereld. Hou maar op. Ja, dat ik bijna klaar was. Oh. Nou, wel heel mooi inderdaad, ja. Ja. In ieder geval, we hebben meer nieuws. Oh ja, Friese meisjes stappen over op de Gooise R, zodat ze overkomen alsof ze beschaafd zijn. Of in ieder geval volgens taalkundige Jessica Koppers associëren Friese meisjes de Gooise R met betere uiterlijke verzorging, goede schoolresultaten en goede woningen. Goed zeg. Ja. Dus, oké. Ik ben benieuwd hoe dat klinkt dan. Gewoon een beetje dat Friese accent met als een Gooise R. Heid, mem, ik ga naar school. Ja, precies. Wauw. Dat is heel goed, Fleur. Oké, ik heb het trouwens gevonden dat je het even weet. Ik weet niet precies waar Zaamslag is. Niet hier, maar ja, oké. Maar daar is hij hoor. Jan Dees uit Zaamslag. Dat is de beste Zeeuwse bonusbakken. Ja. Bonus! Het is al de derde keer trouwens dat hij wordt bekroond. Maar dat was dan eerder in 2004 en eerder in 1989. Ik weet het nog goed. Wauw. Nou, dat dus. Oké. Dat je het even weet. Leuk nieuws. Ik ben benieuwd wat jij hebt uitgekozen dan. Sus. Ja, er is een onderzoekje geweest. En daaruit blijkt dat mensen elkaar leuker vinden wanneer ze elkaar via het internet leren kennen. Dan wanneer ze elkaar gewoon offline in the real life zeg maar leren kennen. En het komt omdat mensen online meer persoonlijke informatie gaan onthullen en zal er meer vragen stellen. En het maakt niet uit of je elkaar ziet op webcam of niet. Het werkt echt. Nou, ik geloof er geen fuck van. Ja, het is toch een beetje raar. Hè? Ja, dat is toch raar. Ik snap best dat je gewoon wat eerlijker bent als je aan het chatten bent. Of althans, nou ja, wat openhartiger misschien. Maar eerlijk weet ik nog zo net niet. Ja. En je moet elkaar toch ook in de poppetjes van de ogen kunnen aankijken. Dat lijkt mij ook. En je moet toch elkaars zweet kunnen ruiken en nou ja, allerlei andere smerige dingen doen. Nou ja, oké. Ja. Dat zal wel. Het is de tijd van nu. Wat heb jij dan, Fleur? Het is wel een beetje een triest nieuwtje. Want in Finland is de kredietcrisis zo erg dat ze het thuisdorp van de kerstman hebben moeten verkopen. Er is een themapark in Lapland en dan kun je op een foto gaan met de kerstman. En er is allemaal kerstmerchandise dingetjes te koop. En alle post die in het dorp in de brievenbus wordt gedaan krijgt een stempel van de kerstman. En nu gaan ze het verkopen. Ach, en de kerstman zei nog ho, ho, ho. Maar het is toch gebeurd. Het mocht niet baten. Maar ik weet niet, op een of andere manier, maar dat is misschien omdat we gewoon richting lente gaan, denk ik, flikker op met het kerstfeest. Binnenkort liggen de kerstkrantjes weer in de winkel. Het is al bijna april. Nee, maar het gaat ook echt, ik hoorde de term sneeuw vallen voor deze week, hè? Nee. Ja. Dus daar heb ik al maar geen zin in die kerst. Nee. Dames, het is al erg genoeg, het is nat. En ik wens jullie succes met de Wansmaak Woensdag dan. Ja, jij ook. Ja, ik zal het nodig hebben. Tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Als ik 's morgens wakker word en de radio hier aan. Ah, die was lekker nat, hè, die goedemorgen. Giel, dat is dan maar ik hoor. Het is tijd om op te staan. Het is bijna 7:30. Dit is Giel op de radio. Goedemorgen. 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 Goedemorgen, Giel. I found God on the corner of first.